En dan strijk. Een traject waar ik van hoop dat jullie het bevalt. Net zoals andere inburgeraars, en we hebben een tevredenheid van boven de 90% dat in het verleden heeft bevallen. En hopelijk ook voor jullie dat jullie die 90% nog kunnen optrekken. Dat zal ons alleen maar plezier doen. Ik heb lang genoeg gepraat. Ik ga met plezier straks zien hoe dat jullie als eerste in Vlaanderen die handtekening zetten onder de nieuwkomersverklaring en een start nemen met jullie inburgeringsstrijd. Maar ik geef heel graag het lokaal bestuur het woord en Annemie, ja, Schepen van Samenleving, jij zou dat voor jou kunnen nemen. Dat de nieuwkomer onze taal leert. Want zonder de kennis van het Nederlands ben je in Vlaanderen geïsoleerd. Heb je geen echte kansen op connectie met de Vlaamse gemeenschap. Heb je veel minder kansen op de arbeidsmarkt. Ben je als ouder veel minder in staat om het schoolse traject van hun kinderen het te volgen. Vragen, dat is dat ze een cursus maatschappelijke oriëntatie volgen. In die cursus maatschappelijke oriëntatie wordt uitgelegd hoe onze samenleving in elkaar zit. Maar ook op welke fundamentele waarden onze samenleving stoelt. Wat met andere woorden de spelregels zijn van Vlaanderen. Het feit dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Het feit dat er zoiets bestaat als vrijheid van meningsuiting. Het feit dat mensen hier hun geloof kunnen beleven, maar ook uit hun geloof kunnen stappen of veranderen van geloof. En dat zijn fundamentele zaken die we willen meegeven in een cursus maatschappelijke oriëntatie, naast uit te leggen hoe bijvoorbeeld ons schoolsysteem werkt. Hoe bijvoorbeeld de VDAB, hoe we werk moeten zoeken in onze samenleving, wat de spelregels zijn ter zake. Dat is een tweede luik, dat voor ons heel erg is. Dat is het luik waarbij wij aan mensen duidelijk maken dat je contact moet hebben met de VDAB. Wij hebben dit verplichtend gemaakt. Wij zeggen binnen de 2 maanden moet een nieuwkomer eigenlijk in contact komen met de Vlaamse dienst voor arbeidsvoorziening, arbeidsbemiddeling. Om wat te doen? Om u opnieuw zo snel mogelijk de kans te geven op eigen benen te staan. Er zijn vandaag de dag in Vlaanderen meer dan 80.000 vacatures. Onze bedrijven zoeken werkkrachten. En wie een job heeft, heeft een inkomen. Connecteert zich opnieuw met andere mensen, bouwt een netwerk op. Kan op eigen benen staan. Kan bijdragen aan zijn of haar nieuwe samenleving, kan er deel van worden op een positieve manier. Dus die derde stap is ook een heel belangrijke stap. En dan hebben we een vierde stap die ook nieuw is. Dat is waar de Schepen al naar verwezen heeft, met een heel mooi project hier in Lier, Welkom in Lier. Waar we elke nieuwkomer in Vlaanderen eigenlijk willen verbinden met iemand die al in Vlaanderen aanwezig is. En dat kan iemand zijn met autochtone of iemand met allochtone roots, maar alles is iemand die Vlaanderen al goed kent. Om wat te doen om het Nederlands te oefenen. Om op een informele manier veel te vernemen over de samenleving. Maar natuurlijk als twee ouders, een Vlaamse en een nieuwkomer, met elkaar kunnen optrekken gedurende een bepaalde periode, ja, gaan ze ook heel veel informatie delen van hoe Vlaanderen echt werkt in de praktijk. Wat het betekent om ouder te zijn met kinderen op school. De schoolagenda, het oudercontact, hoe je je verhoudt tegen bijvoorbeeld politiediensten, dat politie in onze samenleving u helpt en beschermt en niet zoals in sommige dictatoriale regimes waar je schrik moet hebben van politie. Dus je krijgt heel veel basisinformatie door die gesprekken, maar je krijgt nog iets belangrijker, dat is een netwerk. En de KUL heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft vastgesteld dat als je 1 persoon kent buiten uw etnisch-culturele kring, dat uw kans op de woningmarkt en de arbeidsmarkt verdubbelen. Dus dat is heel belangrijk. Trouwens niet alleen interessant en boeiend voor de nieuwkomer, maar ook heel vaak, en dat is de ervaring die we op sommige plaatsen al hebben die dat al een tijdje doen, ook heel verrijkend voor de Lierenaar zelf, of de Mechelaar of de Antwerpenaar, omdat die op zijn beurt geconnecteerd raakt met mensen in zijn directe omgeving, die weliswaar een andere achtergrond hebben, maar eigenlijk zijn medeburger zijn. Dus dat is een vierde belangrijk project. Wat hebben wij nu gedaan? Wat hebben we nog veranderd? We hebben gezegd van kijk, we maken dat betalend. We vragen geen onhaalbare som,
Maar we maken het betaald omdat we vinden van kijk, dit heeft een zeker gewicht. Als de overheid dat voor u organiseert, mag je een stukje bijdragen. Maar als je de middelen niet hebt, dan gaan we u helpen om op basis van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of ander werk eigenlijk dat voor een stuk tussen aanhalingstekens te verdienen. Het tweede wat we gedaan hebben is, we gaan het examineren. We vinden niet dat het vrijblijvend is. We willen weten of dat je in die cursus Nederlands tweede taal en in die cursus maatschappelijke oriëntatie voldoende kennis hebt opgedaan. Dat is de tweede stap dat we gedaan hebben. Het derde wat we gedaan hebben is gezegd, we gaan niet meer eerst u vragen maatschappelijke oriëntaties te volgen, dan Nederlands te leren en dan naar de arbeidsmarkt te gaan. Nee, we schuiven bij het begin van dat project, vragen we wanneer ze het inburgeringscontract ondertekenen en zeggen oké, wij begrijpen dat we les Nederlands moeten volgen, we verstaan dat we maatschappelijke oriëntatie gaan volgen, we ondertekenen samen een contract, de overheid gaat in mij heel wat investeren en ik ga mijn taken ook op mij nemen, dan tekent men een inburgeringsverklaring, een nieuwkomersverklaring. En die nieuwkomersverklaring die wordt u uitgelegd. Men neemt daar rustig de tijd om uit te leggen dat u weet wat u ondertekent, dat dat geen vrijblijvend document is. En in die nieuwkomersverklaring neemt u akte en kennis van een aantal fundamentele spelregels van onze samenleving. En u zegt dat je die gaat respecteren. Spelregels die voor ons als Vlaanderen belangrijk zijn. Namelijk die ervoor zorgt dat iedereen vrij kan zijn. Dat iedereen gelijk is. Dat er geen onderscheid is tussen mannen en vrouwen. Dat je geen geweld kan gebruiken tegen elkaar. Dat je een vrije meningsuiting hebt, maar dat je niet mag oproepen tot geweld. Een aantal heel fundamentele dingen die belangrijk zijn om u goed in deze Vlaamse samenleving te plaatsen. En doordat je dat ondertekent, engageert men zich daartoe. En dat is eigenlijk een heel plechtig moment en daarom ben ik de burgemeester ook dankbaar dat dat vandaag ook op het stadhuis van Lier kan gebeuren in de raadzaal, op een heel officiële plek. Omdat dat langs de ene kant een heel belangrijke erkenning en welkom is aan nieuwe Vlamingen. Die we van harte welkom heten. Vlaanderen is een genereuze regio en is blij dat jullie deel worden van Vlaanderen. We heten jullie daar warm welkom mee. Maar tegelijkertijd vragen we van jullie dat jullie ook uw bijdrage levert aan de Vlaamse samenleving. En dat begint met goed proberen Nederlands te leren, die cursus maatschappelijke oriëntatie goed te volgen, goed te begrijpen wat er is. Op de arbeidsmarkt proberen uw plaats te veroveren en met die buddy proberen u goed te connecteren met de Vlaamse gemeenschap. En doordat dat in deze omgeving kan gebeuren met het ondertekenen van een document, geeft dat ook waarde. En dat zijn momenten, en daar ben ik van overtuigd, waar de Lierse gemeenschap trots kan zijn op jullie, maar jullie ook later, als jullie daarop terugkijken, een gevoel zullen hebben van trots, het starten van een nieuwe hoofdstuk in jullie leven als deel van de Vlaamse gemeenschap. En ik wil jullie dan ook oprecht van harte welkom heten daarbij. Dank u. Ja, we moeten allemaal wel lekker kijken. Hè. Woont u reeds lang hier? Ja, ik woon al 1 jaar in hier. Ik ben voor mijn vriendje naar België gekomen, dus heb ik zo al een netwerk opgebouwd op voorhand. Hoe is uw naam? En mijn naam is Ronja. Ronja Putsel. Putsel, ja, dat klinkt al zo, weet je dat? Nationaliteit? Is ook dat. En u vindt het weer goed in België? Ja, ik vind het heel goed in België, ja. De cultuur is niet zo anders dan in Duitsland, maar ja, ik heb het gevoel dat hier de mensen een beetje vriendelijker zijn. Ja. Of misschien is dat Lier zelf, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben er heel tevreden mee. Maar u spreekt behoorlijk Nederlands. Dank je.
Dat hoor ik vaker. Ja. Ja, met Duits heb ik een voordeel natuurlijk. Alleen met, met mijn familie en vrienden die nog in Duitsland wonen. Met allemaal hier in Nederland, in België praat ik Nederlands of meer Vlaams. Dus ik vergeet al een beetje Duits, omdat ik zoveel Nederlands. Ik noem dat de foute vrienden. Ik kom van de Duitse grammatica. Ja. En wil dat dan gebruiken en dan is het fout in het Nederlands. Dat is voor mij het moeilijkste daar, dat te vinden. Ik zou zeggen, proficiat. Dank je. Ja, ja. Dank je wel.